heel interactief. Echt een andere manier van kijken naar de natuur, naar planten. Je kunt er helemaal in en omheen. Er zijn hier een aantal inheemse planten neergestreken. Echte Nederlanders die hier van oorsprong horen. Met een caravan. En deze planten kunnen mensen leren kennen. Hey, hallo. Mijn naam is Welriekende Agrimonie. En ze krijgen een device in hun handen en daarmee kunnen ze plantenbordjes scannen. En daarmee openen ze eigenlijk de binnenwereld van die planten. Nou, er kwam er steeds eentje tot leven en dan begon die tegen mij te praten. Dus dat vond ik wel bijzonder. Ze worden opeens heel persoonlijk en je krijgt ook wat meer hoogte van waarom ze dan bedreigd worden en wat er dan voor biodiversiteit van afhangt. De bedoeling is dat op een beetje een poëtische manier je kennis maakt met deze planten. Vorig jaar, begin van corona, viel natuurlijk alles weg, al het werk. En zijn we gaan tuinieren bij ons atelier, Broedplaats de Campagne. En daar hebben we natuurmuren gebouwd. En die zijn ingeplant met inheemse planten. En dat is eigenlijk de start geweest van dit project. Het bleek dat er heel veel mensen bleven staan bij de planten, naar de bordjes keken. En ik dacht, dat kan veel toffer en veel interessanter. En dit is de mobiele versie, die kan reizen en die bij de planten als echte Nederlanders op reis gaan naar festivals of andere plekken. Maar er zijn ook plekken waar dit permanent wordt uitgevoerd. En die bordjes die komen in de tuin te staan. En die kan je dan met je eigen app... De app kan je downloaden en die kan je dan zelf scannen. De biodiversiteit is de rijkheid van soorten in ons ecosysteem. En als we dat nou benaderen als biodiversiteit als geluid, dat elke plant een eigen toon of een eigen klankkleur heeft, dan heb je dus met een rijkheid van biodiversiteit, heb je een rijke compositie. Kan je van alles componeren wat je maar wil. Maar als we dat verliezen, dan hou je nog maar een aantal tonen over. En krijg je een soort verarming van compositie die je kan maken. Zo gaat het met biodiversiteit. En dat hebben we ook met deze planten geprobeerd te doen. Er zijn heel veel volksverhalen rond deze planten. Omdat ze gewoon in de middeleeuwen ook al naast ons groeiden. En hun functies hadden. En dat hebben ze nog steeds. En het is denk ik van belang dat we die weer opnieuw leren kennen. Ik leef al heel lang in jullie midden. Als geneeskruid, toverkruid en als offerplant heb ik me door de eeuwen heen verdienstelijk gemaakt voor jullie mensen.